Het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, AZP, heeft binnen 24 uur ingespeeld op het probleem van de bloedonderzoeken. De medische staf luidde gisteren middels een persbericht de noodklok. Het hoofd van het laboratorium, John Codrington, had aan de staf meegedeeld dat een groot aantal bloedonderzoeken niet meer gedaan konden worden. Inmiddels behoort dit probleem tot het verleden, bevestigt Codrington tegenover onze nieuwsdienst. Laat me dit ervan zeggen. Het is niet zo dat er geen bloedonderzoekingen in het lab van het Academisch Ziekenhuis gedaan kunnen worden. We hebben dus voor één dag een situatie gehad waarbij het niet mogelijk was vanwege het ontbreken van een aantal hulpmiddelen om bepaalde testen te doen die ook heel belangrijk waren. Maar ik moet zeggen, de directie heeft daar in ieder geval heel adequaat op gereageerd. En door een beetje te improviseren is het ons gelukt om in ieder geval die schade beperkt te houden tot 24 uur. Het is een bekend fenomeen waar we dus al jaren mee worstelen. En het is een kwestie van middelen die niet op tijd beschikbaar gesteld kunnen worden om zaken te kopen. Het laboratorium is een van de plekken wat zeer valuta-intensief is, om het zo uit te drukken. Alles wat we doen, dat krijgen we dus, of daar moeten we uit het buitenland halen. En dat koop je dus niet met SRD's. Codrington beaamt dat het steeds passen en meten binnen ziekenhuizen niet professioneel is. Echter benadrukt hij dat er geen reden is tot paniek. Het is niet professioneel. Het is zelf gevaarlijk om het op die manier te doen. Maar laat me dit ervan zeggen, ik ben niet degene die moet zorgen dat de middelen er komen. Dus die vraag zou u... Er zijn redenen waarschijnlijk ook waarom men dat doet. Want je hoort ook vaak dat middelen niet toereikend zijn. En dat mensen daar moeten goochelen of toveren zelf. Om te zorgen dat wij aan onze spullen kunnen komen. Het is een bekend fenomeen. Dus daar is niet het geheel. Maar wat wel belangrijk is, dat eigenlijk een beetje de indruk werd gewekt alsof dat wat bij ons gebeurde de druppel was. En ik denk dat er allang vele, vele druppels en vele stromen zijn waarbij het duidelijk is dat zaken anders zouden moeten, maar het is niet zo. En ik vind, we moeten dan niet gaan klagen, maar we moeten zorgen dat we in ieder geval, al is het improviseren, zorgen dat patiëntenzorg niet in gevaar komt. John Codrington, hoofd van het laboratorium van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo, in een interview met onze nieuwsdienst. Het probleem van bloedonderzoeken is inmiddels opgelost.